Hi, ik ben Rob en vandaag wil ik jullie even laten zien een slijpsysteem voor een aantal gereedschappen. En het gaat om een basisplaat, een x-as, zoals je hier ziet, en een y-as. En dan hebben we hier de motor, de Dremel, diamantwiel op de variabele z-as. Nou, hier zien we de achterkant van de machine. Dat is dus eigenlijk de hoogteafstelling slijper. En het werkt als volgt. Hier zitten twee moeren. Die zet je wat los. Nilox, borgmoeren. En dan kun je de hoogte afstellen. Ik weet niet of je dat goed kan zien. En naar beneden. En natuurlijk kan de hele machine roteren. De hele beugel die kan draaien een goede 360 graden. Dus je kunt ook aan de andere kant van de plaat kun je werken. Voor misschien grotere objecten. En natuurlijk, de machine zelf kan ook 180 graden naar de ene kant. En 180 graden naar de andere kant. Dus je hebt ontzettend veel slijpmogelijkheden of opstellingen. Nou, om de juiste hoek van het wiel te krijgen, dat is niet zo'n punt. Ik heb een soort gradenhoek gemaakt van twee stukjes aluminium. Die leg je tegen de tafel en dat is natuurlijk allemaal haaks. En dan tegen het wiel en dan zie je vanzelf of je in de juiste hoek staat. Hier zie je dan een aantal limiters of afstellers. Dit is een contraplaatje, contramoer. En dit kun je dus makkelijker vastzetten, zo met je vingers. En dan heb je geen moertje nodig. Dus het werkt eigenlijk als een contramoertje. Hetgeen wat zij doen is de afstelling voor de slijpdiepte. Of hetgeen wat je eraf wil slijpen, dat je niet te ver slijpt. En dit is een tafelbegrenzer. Ook verstelbaar, hetzelfde systeem. Hier hebben we er nog een. Het is dan met een wat kortere bout. En zo heb ik er een aantal van gemaakt. Een Dremel diamantwieltje met een Easy Fix doorn. Het probleem is, er zit speling, behoorlijke speling in. Waardoor als je dat ding gaat gebruiken, kun je daar absoluut niet precies mee slijpen. Dus wat ik gedaan heb, ik heb aan de achterkant van het systeem, hier, daar heb ik een paar druppeltjes 10 seconden lijm in gegooid. En ja, nu kun je het natuurlijk niet meer loshalen, maar nu is het wel één geheel, zowel de schijf als met de doorn. Oké, nu gaan we een cirkelzaagblad slijpen. Dit is het centrale rotatiepunt. Ik heb daarvoor een gat in de basisplaat geboord. En in mijn geval was het een M10 hexagon, een imbus. En die plaatsen we in het midden. En dat is nu te klein voor een gat van 30, maar dan komen vaak bij zaagbladen de reductieringen. Reductieringen erop. En dan kun je het zaagblad in principe plaatsen. En dan heb je dus een rotatiepunt. Hier zie je een de adjuster. Of een limiter. Die is natuurlijk ook helemaal instelbaar. Zodat je dus niet te veel, en deze pakt de volgende tand, zodat je niet te veel of bijna exact hetzelfde van elke tand gaat afslijpen. Nou, dit is een 10-inch TCT blad. 80 tans, 4 graden negatief. Maar ik heb hier ook wel grotere bladen op geslepen. Zelfs tot 40 centimeter. Dus dat is mogelijk. Aan het einde van de bovenplaat, aan de rand, heb ik een draadbusje M6 ingebracht. En dat is om kleine objectjes af te klemmen. Dat doen we met een bout en met een klemblokje. Nou, hier zie je de afkleminrichting. Het blokje met klembout. Met een vleugelmoertje en een afstelplaatje, een hoogteplaatje
En dit is 5 mm voor een kwart inch 6 mm routerbitje. Ik heb het al verticaal gezet en dan is hij in lijn met het slijpwiel. Nu gaan we een elektrisch schaafblad doen. Het is dan een Makita, maar ze zijn geloof ik allemaal hetzelfde. Dat doen we met een geblokkeerde ei-as. Dat zie je hier. Het is een sleuf met een draadbus beneden M6. En die is geblokkeerd. Dus de enige beweging die we nu nog hebben, dat is niet vooruit, achteruit. Maar rechts, links. En dan glijdt hij langs het slijpblad. Nou, hier is dan een montageblok, laten we zeggen. En dat heb ik gemaakt om de decoupeerzaagjes in te spannen. Dit is een stukje kantenband. Zaag je erin. En de bovenkant erop. Vastschroeven. En je kunt slijpen. Nou, hier zie je dan de afstandshouder. Dat is deze. En die komt tegen de zijkant, voorkant, onder de tandlijn tegen de bewegende plaat aan. En dat zorgt er natuurlijk voor dat je de tanden niet te diep inslijpt. En dat is dus je afstelling. Hier zie je een schuine kant aan het beugeltje. En dat is om de tandlijn te volgen. Kijk. Zie je? Dus dan heb je eigenlijk een gelijke afstand voor elke tand. Nou, ik hoop dat jullie het een leuke idee en een leuke video vonden. En misschien heb je daar iets aan in de toekomst, aan die ideeën of wat dan ook, voor jullie eigen projecten. Maar in ieder geval bedankt voor het kijken en misschien tot de volgende keer. Bye bye!